De Groning is het vierde en laatste schip uit de Nieuwe Holland-klasse. Een schip met minder raketten en geavanceerde wapens aan boord dan de grotere fregatten van de marine en daardoor goedkoper om in de vaart te hebben. Schepen worden ingezet voor kustbewaking, hulpverlening, het bestrijden van drugsmokkel en piraterij. Dat gaat de Groningen overal ter wereld uitvoeren, maar de commandant wil wel een band met stad en provincie houden. Wat betekent de naam Groningen voor u? Groningen betekent dat wij genoemd zijn naar een voormalig maritieme provincie van de zeven provinciën. Want daar zijn alle vier de schepen naar genoemd. En voor mij concreet betekent dat dat als je genoemd wordt naar een provincie Groningen, dat je ook zorgt dat daar een band is tussen de provincie en het schip. Er heeft al eerder tot in de jaren 70 een marineschip met de naam Groningen rondgevaren. En oud-bemanningsleden daarvan waren vanmiddag bij de overdrachtsceremonie van de Nieuwe Groningen aanwezig. Een groot verschil? Een heel groot verschil mag ik zeggen, want toen was het nog geen elektronica en nu is het één brok elektronica, waardoor je met veel minder mensen kunt gaan dan in onze tijd. De Groningen hadden ongeveer 200, 220 mensen aan boord en hier zitten er nog 50 aan boord. En de leefomstandigheden, het verdere geheel van het schip, hoe zo'n schip is dit? Is dit een mooie boot? Dit is een hele mooie boot, want de vroegere schepen die waren eerst klaargemaakt voor de oorlog. En daarna voor recreatie. En hier is het recreatie en oorlog beide gaat samen op. Ik denk dat het een geweldig schip is om op te varen. De Groningen vertrekt morgenochtend weer naar Den Helder. De komende maanden wordt het schip verder afgebouwd en getest. En gaat dan als Hare Majesteits Groningen de Zeven Zeeën bevaren.